Het onderwerp wat ik met jullie wil bespreken is niet zo positief. Het gaat over moord. Maar dat komt in onze tijd ook nogal voor. Het vraagt veel belangstelling van het publiek. En als huisarts heb ik ook zo'n geval meegemaakt. Maar goed, we gaan het hier hebben over iemand typische. Belangrijkste moordenaar uit de Bijbel, denk ik. Joab, krijgsoverste. Een brute vent die voor een slachtoffer meer of minder zijn hand niet omdraait. Maar David, die had hem ook nodig. Hij was de opperbevelhebber van zijn leger. En zo'n krachtfiguur, ja, die heb je ook nodig. Maar we gaan de verhalen lezen waarin hij dus een moord begaat. Dan beginnen we met 2 Samuel 3, vers 20. Wajavo Avneer el David Gevron en Abner kwam naar David in Hebron. Dan moet ik jullie even iets vertellen over de achtergrond. Abner was de krijgsoverste van Saul. Maar Saul was ondertussen dood gegaan op het slagveld. En nu was hij krijgsoverste van Isbosjet, de zoon van Saul. En hij had dus een hele belangrijke positie in het gebied van de 10 stammen. En David was koning in Hebron over Juda en Benjamin. Die had een heel klein gebied waar die koning was. En die Abner die heeft het aangelegd met een bijvrouw van Saul. En Isboset, de zoon van Saul, die tikt hem daarbij op zijn vingers. En dan wordt Abner heel kwaad en die zegt, ben ik een hondsvot en zo, dat je me zo behandelt. Ik heb altijd mijn best gedaan voor je vader en voor jou, maar nu is het genoeg. Ik loop over naar David en ik zal met hem onderhandelingen voeren. En dus die Abner die kwam naar David in Hebron. En dan gaat hij proberen een verbond te sluiten met David. Het vervolg van vers 20. Wie ito? Esrim Anashim. En bij hem waren 20 mannen. Een heel gevolg. Een officiële delegatie. Wajaas David de Avneer ule Anashim Asher Ito Miste. En David bereidde voor Abner en voor zijn mannen die bij hem waren een maaltijd, een miste, een officieel banket. Vers 21. Wajomer Avneer el David Akuma we Elega we Ekbetsa el Adoniha Melech et Kol Yisrael. En Abner zei tot David, ik wil opstaan en ik wil gaan en ik wil verzamelen voor mijn heer de koning heel Israël. Waar jichte toe itega beriet en zij zullen met u een verbond sluiten. U malachta, en u zult koning worden, begol asher ta'ave nafshecha, in alles waar u zelf naar verlangt. Vayeshalach David et Avneer, vayelech beshalom. En David liet Abner gaan, en hij ging, beshalom, in vrede. Halach beshalom is een aparte uitdrukking. De andere uitdrukking die voorkomt is balach lushalom. Dat wordt ook vertaald met in vrede gaan. Maar je ziet altijd als er staat beshalom, dat dan het verkeerd uitpakt. Gaan in vrede of gaan tot vrede. Lushalom. Gaan tot vrede, dat betekent dat het echt goed gaat. Gaan in vrede. Het is net of dan al komt, om de hoek komt kijken, in vrede tot je vaderen gaan. Alsof een dreiging is van de dood. En dat zie je op alle uitdrukkingen. Als het halach, dus wel het woord halach erbij, beshalom, dan de persoon over wie dat gezegd wordt, die maakt het niet lang meer. Vers 22. Wajehi afde David we Joav ba. Maar Hagedut, en zie, de dienstknechten van David, en Joab,
aan het hoofd daarvan waren gekomen van een plundertocht. De Shalal Rav imam Heviu en ze brachten veel buit mee. We Avner, Enenu en Abner, die was er niet meer. Die was al weggegaan bij David vandaan. Dus zij komen als de vogel gevlogen is. Dan gaan we naar de volgende dia. Im David begevron. Dus Abner was er niet meer bij David in Hebron. Ki shilecho vajelig beshalom. Want hij had hem laten gaan en hij ging in vrede. Ook weer halach beshalom. Vajoav vechol hatzava asher ito ba'u. Maar Joab en heel het krijgsvolk dat bij hem was, was gekomen. Vajagidu le Joav lemor. En men vertelde aan Joab het volgende. Ba Avner ben neer El Hamelech, Abner, de zoon van Neer, is gekomen tot de koning. Dus er wordt gestiekem gezegd tegen Joab, weet je wel dat Abner hier geweest is? Waar je Shalachehu, waar Jelech, Beshalom, en heeft hem laten gaan. En hij is in vrede gegaan. Voor de derde keer, in vrede gaan. Vers 24. Waar Jevo Joab, El Hamelech en Joab ging binnen bij de koning. Waar Jomer, me asita, wat hebt u gedaan? Hine va Avner, Elega, zie, Abner is bij u gekomen. Lama ze, shalach to, wa jelech haloch. En waartoe dit, dat u hem hebt laten gaan? En hij kon zomaar gaan. Haloch is een van die absolutus die achteraan staat. Dat geeft een lange duur aan. Hij kan zomaar zijn eigen gang gaan. Vers 25. Vejadata et Avner ben Neer. En u weet dat Abner, die zoon van Neer, ki le fatotgawa, gekomen is om u te bedriegen. We Ladaat et Motsaaga. En hij, om te kennen, uw uitgaan. Dus om Davids voetstappen na te gaan. De manier waarop hij handelt. En daar zijn voordeel mee te doen. We et, en dan gaan we naar de volgende dia. We et Movaerga. En je binnenkomen, dus het uitgaan en binnenkomen, je hele handel en wandel. Willen daad, en om te leren kennen, om te weten, eet kol asher ata osse. Alles wat jij aan het doen bent. Hij kwam gewoon als spion. Het is wel heel opmerkelijk dat je eigen koning zo benadert en met zoveel verwijten komt. Dat is echt niet zoals het bij een Oosterse vorst zou moeten zijn. Maar Joab, die had een enorme machtspositie. En die kon zich wel wat veroorloven. Vayetse Joab me'im David. En Joab ging weg van bij David. Dus heel kwaad lijkt hij zich om te keren en hij gaat weg. En dan gaan we naar de volgende dia. Vayislach Malachim Achare Avner. En hij stuurde boden achter Abner aan. Wa Yashivu Otto mi bor ha sira. En zij lieten hem terugkeren van de bron sira. Onbekende bron voor mij. We David loyada. En David, die heeft er niets van geweten. David zal het later ook op zijn sterfbed door zoon Salomo benadrukken dat hij volkomen onschuldig is aan wat er nu gaat gebeuren. Vers 27, Vayashov Avner Gevron en Abner keerde terug naar Hebron. Dus Abner
Die keert op zijn schreden terug. Hij was al weggegaan uit Hebron. En dan keert hij terug op dat verzoek van die bode van Joab. Wajatehu Joab el toch Hashaar. En Joab nam hem terzijde, midden in de poort, het poortgebouw van Hebron, de Dabeer Ito Bashelli, om hem ongestoord, stiekem met hem te kunnen spreken. Wajakehu Sham ha Gomesh, en hij stak hem daar in de buik. Wajamot, en hij stierf. Bedam Asa El Achiv, vanwege het bloed dat hij gedaan had aan zijn broer. Dat is een ander verhaal, dat de jongere broer van Joab, Asael, die had in de strijd Abner achtervolgd. En daarbij heeft Abner hem, die jongere broer, gedood. En dat is iets wat Joab hem altijd kwalijk is blijven nemen, terwijl dat in een eerlijk gevecht gebeurd was. En dit is een lafhartige moord op een rivaal, de overste van het volk, van het leger van Israël. Goed, dat was het eerste verhaal over een lafhartige moord. Iedereen zal ervan overtuigd zijn dat dit inderdaad iets is wat veroordeling behoeft. Wat David ook later op zijn sterfbed zegt. En dan draagt hij Salomo op om Joab het betaald te zetten. Dan gaan we het volgende verhaal over moord, ook van Joab. 2 Samuel 20, vers 8. Heem, zei. Im ha-even ha-gedola asher be-kif-on. Zij, ze waren bij de grote steen die in Gibeon was. Waya Amasa ba lifne hem. En Amasa was voor hen gekomen. We Joav ga-gur mido. Le Fouchot. En Joab, die was gegord met zijn gevechtstenu, had hij aan, zijn legerkleding. We alaf ga gor geref me zu medet al motnav be tara. Hij had een gordel met een zwaard vastgemaakt op zijn heupen. Behoe Yatsa wat die pol. En hij, terwijl die dus uitging, viel het. Dus het zwaard viel op de grond, lijkt het. Het is een beetje obscure tekst, hè, hoe dat gaat. Maar het kan ook zijn dat het Joab dat bewust gebruikt om die Amasa in verwarring te brengen. En Amasa was op dat moment ook legeroverste. Vers 9. Wajomer Joav la Amasa. En Joab zei tot Amasa. Ha shalom ata achi. Is het vrede met jou, mijn broer? Inleiding voor wat er komen gaat. En dit moet heel geruststellend zijn. Maar we zullen straks zien dat het bepaald niet is. Dan gaan we naar de volgende dia. Wat toges yad yemino Joav bis kan amasa venish ni lin shok lo. En Joab greep met zijn rechterhand de baard van Amasa om hem te kussen. Alsof het een broer is. We Amasa lo nishmar ba geref asher beyat Joav. En Amasa was er niet op bedacht,
op het zwaard dat in de hand van Joab was. Dus Joab heeft waarschijnlijk zijn zwaard weer opgeraapt. Hè? En in zijn hand, hè? Hij had het dus niet meer aan zijn gordel hangen, maar omdat hij het opgeraapt had, had hij het in zijn hand genomen. Vayakehu va elha gomesh. Wa yishpoch me alav artsa velo shana lo vayamot. En hij sloeg hem ermee in zijn buik en hij zijn ingewanden stortte ter aarde en hij hoefde niet te herhalen, shana, opnieuw te doen, hè. En hij stierf, want hij was al dood. We Joab, we Avishai, Achiv en Joab en Abisai, zijn broer, Radaf, Achare, Sheva, Ben, Bichri. Joab en Abisai, zijn broer, achtervolgden Bichri. Dat is een opstandeling tegen David. En deze Amasa, die was tot krijgsoverste door David aangesteld over het leger, maar dat zinde Joab helemaal niet. Hij was de grote man en hij heeft deze Amasa ook weer op een lafhartige manier vermoord. En de truc is weer in zijn buik steken, stiekem onder de gordel. Dat was het tweede verhaal over moord. Het derde verhaal over moord gaat ook weer over Joab die daar een rol bij speelt. Uit 2 Samuel 18, vers 9. Vayikare Avshalom livnei avdei David. En Absalom ontmoette de knechten van David. Moet ik even iets vertellen wat er vooraf ging. Absalom is in opstand gekomen tegen zijn vader David. En David is gevlucht uit Jeruzalem weg. En Absalom heeft overwogen om af te wachten of er naartoe te gaan. Ten slotte besluit hij toch om David te achtervolgen naar de overkant van de Jordaan. En dan hij met alle mannen die bij hem zijn, dat is een groot leger, die binden de strijd aan met de mannen van David, maar die weten toch de overwinning te behalen. Hè? En dan is Absalom degene die op een muilezel rijdt, terwijl in die tijd werd er altijd te voet gevochten. Dus op een muilezel rijden doe je als je koninklijke pretenties heeft. En dat had Absalom. En hij vond het waarschijnlijk te min om gewoon als voetvolk te gaan en hij reed op een muilezel. Hij wilde wat groot zijn, maar hier is zijn leger verslagen en hij is op de vlucht. En dan stuitte hij op mannen van David. En dan komt de rest van het vers 9. We Absalom rogeef al haperet. En Absalom die reed op die muilezel. Wajavo haperet tachat shovech. Ha ele ha gedola, wa je gezak rosho va ela. En de muilezel die kwam onder een de ingevlochten takken van een grote eik. En zijn hoofd, het hoofd van Absalom, werd in die eik gevangen. En nou is het de vraag van, is het zijn hoofd of zijn het de haren van zijn hoofd? Want er wordt gezegd dat hij heel lang haar had, daar was hij trots op. En het zou best kunnen zijn dat het inderdaad, dat die ingevlochten takken, dat zijn haren daarin verward raken en dat hij in die boom bleef hangen. Wajutan ben ha shamayim uveen ha arets. En hij werd gegrepen.
Hij hing daar tussen hemel en aarde, we ha peret asher tachtav avar. En het muildier, dat onder hem was, dus waar hij op zat, ging door. Prachtig plastisch beschreven, dan zie je die man spartelen in die boom, die hangt erin. Hè, en die kan niet met zijn voeten bij de grond, want die hangt in die hoge boom. Hè. En het rijdier, dat is ondertussen doorgehold. Vers 10. Wajar ish echad, en een zeker man zag. Wajaget, de Joab, zag het. En hij vertelde het aan Joab. Wajomer, hine, ra'iti et Absalom. Zie, ik heb Absalom zien hangen. Taloei, ba'ela, hangend in die grote eik. Vers 11. Wajomer, Joab. En Joab zei, la'ish ha'magid lo, tegen de man die het hem vertelde, Wehine, Ra'ita, en wel, en zie, je hebt het gezien? Omadua lo hikito sham aardza. En waarom heb je hem niet ter aarde geslagen? Heb je hem niet gelijk afgemaakt? We alai, dan zou op mij, laat het lega asara gesef, zou ik de mogelijkheid hebben, zou mij zijn de taak, om jou 10 zilverstukken te geven. Dan krijg je een goede grote beloning. Dan gaan we naar de volgende dia. We gagora echat. En nog een gordel. Dat waren kostbare dingen in die tijd waarschijnlijk. Een versierde gordel. Vers 12. Waar Jomer ha ish el Joab. En de man zei tot Joab, Welu anochi shokel al kapai elef kesef. En zelfs als ik in mijn hand 1000 zilverstukken zou wegen, als je me die in mijn hand zou geven, lo eslach yadi el ben hamelech, dan zou ik nog niet mijn hand uitstrekken tegen de zoon van de koning. En dan geeft hij de reden erachteraan, ki ve osnenu tziva hamelech, want in onze oren heeft de koning bevolen, hij heeft ons heel nadrukkelijk gezegd, otcha ve et Avishai, we et iti lemor, met jou erbij en met Abisai, je broer, en met Itai, de derde legeroverste van David, het volgende. Shimru mi, behoed voor mij, pas op, ba na'ar be Absalom, vanwege de Absalom, dus behoed ter wille van mij, de knaap Absalom, het jochie, mijn jochie, je moet hem niet afmaken, beslist niet, zweer. En dat heb jij gehoord, zegt die man tegen Joab. O, asiti ve nafshi, sheker. En zou ik doen tegen mijn hele wezen in zo'n bedrog? We gol davar lo ikageet min hamelig. En al het woord dat van de koning komt, hè, niet. Kan niet verborgen blijven voor de koning. Dus hij zal het zeker te weten komen. Wa ata tifyat seif. Mineget. En u zou een positie innemen tegenover mij. En als het zover komt, dat ik dus Absalom gedood zou hebben en de koning krijgt het ter oren, dan trekt u uw handen ervan af. Dan steunt u mij niet. Wajomer Joav, vers 14. Lo geen agila le vanega. Joab zei, zo is het niet. Ik zou niet aarzelen als ik in jouw plaats was. Wajikach
Shelosha, Shevatim, Begapo. En hij nam 3 stokken in zijn hand. Wajit Kaem, Beleef Absalom. En hij stak ze in het hart van Absalom. Odenu Gai, Beleef Haela. Terwijl hij nog levend in de boom hing. Ik kom straks terug over die 3 stokken. Dus Absalom bleef leven in die boom, hangend daar. Maar Joab stak 3 stokken in zijn hart. 15. Wajasobu, Asarane Arim. En hij verzamelde 10 knapen, 10 vechters om zich heen, schildwachten, schildknapen. Nos'e Kule Joab, die de wapens van Joab droegen. Wajaku et Absalom, Wajamituhu. En die sloegen Absalom, zodat hij stierf. Dus die 10 schildknapen, die slaan Absalom dood. En het vorige vers wordt hij blijkbaar niet door Joab, door die stokken van Joab gedood. Vaak wordt gedacht van ja, zijn pijlen, maar pijlen, als je 3 pijlen in je hart krijgt, dan ben je ook niet zo levend meer. Fokkerman die zegt van nou, het gaat over 3 legerafdelingen, dat het symbolisch is voor het verslaan van de legerafdelingen van Absalom. Ik denk dat met het hart van Absalom zijn aandacht is, zijn verstand. En Joab brengt hem hier met 3 stokken onder de aandacht. En dan denk ik, ja, dat woord stok kan ook voor scepter staan. Het kan zijn dat Joab 3 scepters, 3 koningschappen Absalom voorhoudt. En of dat te maken heeft met de 3 zoons van Absalom die omgekomen zijn, die jong gestorven zijn. Dat is allemaal niet duidelijk. Maar dat het hart hier duidelijk met verstand te maken heeft, hij brengt Absalom iets onder de aandacht met die 3 stokken. Goed, zover wilde ik het laten.